Wat gaat die opeens chic gekleed? Noord-Ierse partijleider deelt gebakjes uit. Zijn er gebakjes voor de foto meegenomen? In de caravan zit in ieder geval niemand. Het zijn cream buns, zoete roombroodjes. 6 stuks liggen er in het plastic bakje. Zijn ze bedoeld voor de fotografen anders? Zo baggervet zijn buns. Een fotograaf kan ze beter niet vastpakken. Zijn camera zou uit zijn handen glijden. De dame met de gebakjes heet Michelle O'Neill. Ze is partijleider van Sinn Féin in Noord-Ierland. Haar partij wil Noord-Ierland laten aansluiten bij de Ierse Republiek en zo binnen de EU blijven. Met haar landelijke bekendheid probeert Michelle stemmen te werven voor een lokale kandidaat, Francie Malloy. Vandaar dit bezoekje aan zijn campagne-caravan. Op de verkiezingsposter die over de achterlichten hangt zijn de eerste 2 letters zichtbaar van Malloy. Wat ziet Michelle er chic uit met haar rode kasmierjas en haar hoge hakken? Nee, dan de caravan waar ze uitstapt. De Tories voeren campagne in luxe touringcars. Sinn Féin heeft een Swift Conqueror 605 ter beschikking. Een oud beestje uit 1991. De campagnebussen van de Tories zijn in Toryblauw geschilderd. In koeienletters staan hun leuzen erop. Op de Sinn Féin caravan staat niets. Zonder de zwarte tie-rips zouden de siervelgen van de wielen vallen. Een geplastificeerde verkiezingsposter is op het dak gelegd om Michelle en haar gebakje droog te houden. Een volle vuilniszak moet voorkomen dat de poster in haar nek glijdt. In de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog werd met een crossbun een ambulance bedoeld. Een meisje aan de haakslaan heet to ban a girl. In andere kringen staat to ban voor beffen. Daar heb ik geen foto van. En dan nog to have a ban in the oven staat voor zwangerschap. Maar dat kan Michelle allemaal niet deren. Ze is een koningsdochter die in haar vorstelijke gewaad een woning verlaat van een armzalige onderdaan. Ik ben niet vies van jullie, zegt de prinses. Ik ben net als jullie. Ik heb mijn zaakjes alleen wat beter op orde. Als je op mij stemt, zorg ik dat jullie zaakjes ook op orde komen. Ik deel alles met jullie. En zo geschiedde. Ze won de verkiezingen met een grote meerderheid.